welkom bij deze nieuwe video. Jongens, het is Black Friday. Tenminste, als je deze video bekijkt op de dag dat ik hem post, is het letterlijk Black Friday. En al de hele afgelopen week tot 2 weken zijn er al bij heel veel winkels een heleboel Black Friday deals geweest. En vandaag is het dan officieel Black Friday. En ik dacht, ik ga een video maken voor jullie met de beste Black Friday deals naar mijn mening. Ik weet ze obviously niet allemaal, maar ik heb een aantal winkels bericht. Ik film deze video obviously voor Black Friday, dus ik moest weten wat de actie ging zijn vandaag. En een heleboel hebben mij geantwoord. Een aantal ook niet, maar whatever. Dus ik ben wel op de hoogte van wat de acties gaan zijn vandaag voor jullie. Dus ik heb een hele lijst gemaakt met wat ik allemaal aanraad. En bij een heleboel winkels. Ik heb kledingwinkels, sieraden, make-up obviously, beauty. Ik heb echt van alles. Dus als je van plan bent om nog lekker te gaan shoppen en gebruik te maken van alle Black Friday deals, bekijk dan deze video eerst. Dus laten we snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, eventjes snel eerst over mijn make-up. Deze look heb ik gemaakt met allemaal Huda Beauty make-up voor Instagram. En wat heb ik nou op mijn lippen? Ik heb Huda Beauty Lip Contour Lippot loodje op in de kleur Deep Rose. En deze matte liquid lips... En deze matte liquid lipstick van Huda Beauty in de kleur Venus. Is echt een hele mooie combo. Heb ik nog nooit zo gecreëerd. Maar ik vind het echt heel mooi staan. Ook met een roze ooglook. Oké, jongens. Ik heb hier een hele lijst in mijn phone. Ik heb niet elke winkel ever hierin staan. Ik heb er gewoon een aantal gepakt. Tenminste, die mij hebben geantwoord. En ik ga jullie vertellen wat ik allemaal aanraad. Ik ga beginnen met kleding. En ik ga beginnen met de webwinkel Chiquelle. Ik ontvang al kleding van hun ongeveer een jaar of 2 jaar. En de kwaliteit is zo ontzettend goed. Het is niet de goedkoopste winkel. Dus maak zeker gebruik van deze Black Friday. Want ze hebben 40% korting op hun hele collectie met de code BLACK40. 40% eraf is echt heel veel. En jongens, de kwaliteit van die kleding echt uitmuntend. Echt super super goede kwaliteit. Ik moet wel erbij vermelden dat het af en toe een beetje klein uitvalt. Dus als je twijfelt, pak 1 maat groter. En je hebt alles echt gewoon binnen 1-2 dagen binnen. Echt super snel gewoon. En ik heb 4 kledingstukken van hun gehad. Die ga ik jullie eventjes laten zien. En ik ga ze ook aandoen. En ik ga beginnen met iets wat ideaal is voor de winterdagen. En dat is deze grote witte trui. Alles wat ik vandaag laat zien zet ik ook beneden in de beschrijving. Mocht je het willen, dan is het gewoon makkelijk te vinden. Dus ik heb hier een hele grote witte trui. Hij voelt zo zacht aan, jongens. Hij is ook echt best wel dik. Ik heb hem in maat... Oh, het is gewoon een one size. Dus gewoon 1 maat voor iedereen. One size... Past meestal bij maat S, M en L. En af en toe XS en XL ook erbij. Maar dit ziet er heel mooi uit. En ik wilde hem combineren met een zwarte leren broek. Daar vond ik hem wel leuk mee. Ik hoop dat hij ook een beetje over mijn kont valt. Maar dat gaan we zo meteen zien. Nou, dit zit ook weer echt fantastisch. Ik heb het nou aangehouden met een jeans. Want ik heb geen zin om te kleden. Maar... bedenk je dit even met een zwarte leren broek. Hoe leuk dit gaat zijn. Hij valt ook gewoon lekker over de kont. Dat vind ik wel fijn. Hij is lekker warm. Hij is niet al te dik. Hij is warm. Maar wel een beetje van dat dunnigere materiaal, zeg maar. Maar ik vind hem wel echt fantastisch. Hij past ook gewoon helemaal goed. Hij zit lekker oversized. Echt een hele leuke trui. Heel simpel. Maar wel hele goede kwaliteit en echt te combineren met heel veel. Dan heb ik hier een van mijn fave kleuren. Bruin. Deze kwaliteit is ook weer ontzettend goed. Lekker dik, lekker stretchy. Even kijken, is dit ook one size? Ja, dit is ook gewoon one size. Gewoon een hele mooie bruine shirt. Maar hij is wel echt best wel dik. De kwaliteit echt, ik weet niet hoe vaak ik het nog ga herhalen. Maar de kwaliteit van Chiquelle is altijd zo ontzettend goed. En zo'n bruine kleur vind ik echt fantastisch. Staat altijd heel mooi met mijn huidskleur. En heel leuk voor in de herfst. Oké, deze trui is leuk. Maar ik vind hem hier een beetje te groot. En het was maar one size. Dus ik had ook niet verschillende maten of zo die ik kon gebruiken. Misschien zo in de broek gaat het ook wel leuk zijn. Maar ik wilde hem echt even zo laten zien. Hij is niet heel lang, maar ook niet per se te kort of zo. Ik vind hem wel leuk. Alleen ja, ik had hem liever ietsje strakker gewild. Ik vind dit gewoon net iets te los voor mij. Dus als je hier smal bent, dan zou ik hem niet per se halen. Want ja, dan heb je dus dit. Maar hier past hij wel gewoon goed. Maar hier ben ik ook gewoon wel dikker. Al met al vind ik hem wel leuk. En zou ik hem wel gewoon dragen. Maar ik denk dan wel gewoon zo echt in mijn broek. Want dan kan ik hem zeg maar zo wat strakker maken. Maar de kwaliteit is echt heel erg goed. Heel mooi. Dan heb ik hier een zwarte trui die ik al heb gedragen. Want ik kon niet wachten. En dit is dan de trui. Als ik hem zo vast heb je echt iets van wat is dit? Maar je moet hem echt even zien gewoon op mij aan. Dit is echt een super super leuke trui. Lekker warm ook. Hij heeft wel een hele diepe V. Dat maakt het dan weer iets meer koud, maar whatever. Het is zo van het wolmateriaal gemaakt. Heel mooi. Even kijken, welke maat is dit? Ik heb het etiketje er al afgehaald, want ik had hem al gedragen. Dat was niet zo handig van mij. Maar ik breng het gewoon wel in beeld. En dan weet je het gewoon. Dit is echt een hele leuke trui. Nou mensen, dit is echt mijn fave trui. Ik moet wel zeggen, omdat ik hem al heb gedragen, is hij hier een beetje gestretched. Maar dat komt echt omdat ik hem echt al ruim 12 uur heb gedragen. Maar als ik hem gewoon weer was, dan is hij hier weer gewoon strak. Hij was echt zo. Hij was echt best wel strak. Maar goed, ik vind hem echt heel leuk. Hij is warm, maar ook wel weer gewoon zo'n leuk veehalsje. Heel leuk met een ketting. Dat had ik toen die dag ook gedaan. I like it. Ik vind hem echt heel leuk. Dit is echt mijn fave trui. Ik vind hem echt fantastisch. I love it. En dan last but not least, deze nude gold trui. Deze kleur, dit is echt de perfecte nude. Ik heb zo vaak gehad dat ik iets nudes had besteld. En het was helemaal niet nude. Het was zo grijzig of rozig. Maar ik wil met nude wil ik echt een hele lichte beige bruine kleur. Als je begrijpt wat ik bedoel. Gewoon echt een nude huidskleur. En dat is deze echt. Deze is niet van dat wollige materiaal, maar gewoon... Hoe heet dit? Polyester volgens mij. Ik heb hem in maat M. Normaal pak ik maat S. Maar zoals ik al zei, Chiquelle valt altijd een beetje klein uit. Dus ik pak altijd in maat groter. En het is gewoon een normale trui. Geen bodysuit of zo. Maar dit ziet er echt fantastisch uit. Jongens, deze trui is leuk. De kleur is echt fantastisch. Ik had ze wel echt fantastisch gevonden als het een bodysuit was geweest. Maar al met al, even het licht goed op mij doen. Al met al is hij wel echt heel leuk. Hij schijnt ook niet echt door of zo. Je kunt hem dan wel een beetje met BH zien. Maar dat komt door heel dit licht dat op mij schijnt. Ik vind het echt fantastisch. I love it. Echt een hele leuke nude trui. Super duper mooi. Ook te matchen met echt heel veel verschillende dingen. Ik heb wel een beetje spijt van de maat M. Ik had gewoon maat S moeten doen. Want hij is hier een beetje losjes nou. Maar al met al, ja... is hij wel gewoon echt heel leuk. Nou, dat waren dan de 4 kledingstukken die ik van hun heb ontvangen. Ik zou zeggen, ga naar de website en scroll lekker. Want ze hebben echt super veel kledingstukken. En gebruik dus Black 40 voor 40% korting. Dan ga ik verder met de make-up webwinkel, de MakeupSpot.nl. Dit is echt een fantastische make-up webwinkel met heel veel verschillende bekende make-up brands. Zoals Morphe, Jeffree Star, Pixi. Ze hebben echt van alles. En ik wil ook eventjes erbij vertellen. Ik heb dus net in de intro verteld dat ik een heleboel winkels heb bericht. En hun waren echt het vriendelijkste. Ze gaven gewoon gelijk antwoord. Ze waren super vriendelijk. Dus ja, props voor dat. Vandaag op Black Friday hebben hun een mystery bag. En allemaal losse kortingen op een heleboel make-up producten. De mystery bag, ik weet nog niet dus wat het is. Want obviously is het een mystery bag. Maar ik heb afgelopen jaar of jaren die wel besteld bij hun. En het is altijd best wel goed gevuld. Ik herinner me nog hun laatste. En er zaten echt wel een aantal goede producten in. Dus het is niet gewoon een zak vol met zooi. Dus ik raad hem wel gewoon aan. Ook al weet ik nog niet wat erin zit. Maar ja, aan de hand van de andere jaren gaat het vast wel goed zijn. En ik wil het bij hun vandaag vooral hebben over Pixi. Pixi is een make-up brand slash skincare. Dat niet bij heel veel winkels wordt verkocht hier in ons land. Maar Pixi heb je dus bij hun. Als je mij volgt heb je Pixi al wel eens voorbij zien komen. En er zijn een aantal producten van Pixi die ik jullie echt wil aanraden. En te beginnen met de Glow Toner. Ik krijg Pixi altijd in PR. Zoals je hier ook ziet staat mijn naam erop. Super leuk. Ik heb 2 van dit soort flesjes. Eentje heb ik al opgemaakt. En dit is de andere. Die is nog helemaal nieuw. Dit is echt een super fijne toner. I love it. Het laat mijn gezicht weer helemaal stralen. Het herstelt de pH-waarde in mijn huid. Ik vind het echt een fantastisch product. I love it. Ik raad hem zeker aan. En ik heb een beetje een gevoelige huid. En niet elke toner matcht heel goed met mijn huid. Maar dit is er één die ik echt zeker aanraad. En hij is niet al te duur. Wat ik ook zeker te weten aanraad van Pixi is hun gezichtsolie. Deze heb ik al heel vaak gebruikt. Hij is al nou tot de helft op. Je hebt hem vast ook vaak voorbij zien komen in mijn video's. Dit is de fijnste gezichtsolie by far van alle olie die ik ooit heb getest. Ik vind hem fantastisch als mijn huid echt droog is. Ik heb sowieso een droge huid, maar af en toe is het echt extreem droog. En dan vind ik het heel fijn om dit aan te brengen onder mijn make-up. Het laat mijn gezicht weer helemaal stralen, glanzen, maar niet te vettig. Af en toe, ik weet het is een olie, dus het zal sowieso vettig zijn. Maar je hebt ook verschillende soorten vettig, zeg maar. En af en toe is het te vettig. En dan gaat alle make-up eraf glijden en zo. En dat wil ik niet. En dat doet hij echt totaal niet. Deze is echt super fijn en trekt heel snel in. En een hele collectie van Pixi die ik aanraad is de Milky collectie. Als jij net als mij een normaal tot droge huid hebt. De Milky collectie is fantastisch. Hij hydrateert. Hij maakt je huid zacht. Elk product van heel die collectie is amazing. En raad ik echt aan. Ik raad het niet per se aan voor de vettige huid. Dat niet. Dus echt alleen maar als je een normale huid hebt of een droge huid. Je gaat die collectie echt fantastisch vinden. En als laatste wat ik ook zeker te weten aanraad van Pixi zijn hun oogschaduwsticks. Ik heb er hier drie in drie bruine kleuren. Twee glanzen, eentje is mat. Ik heb eentje nog gisteren gebruikt toevallig. Dit zijn echt de fijnste sticks ever. Ze zijn zo makkelijk en snel in gebruik. Je schuift ze gewoon zo uit. Je brengt het gewoon zo aan en je bent klaar. Ze blenden echt fantastisch. Je hebt ze echt in heel veel kleuren. Ik vind dit zo mooi. Dit is mijn fave. Dit is een glanzende kleur. Dit is in de kleur One and Done. Echt amazing. Maar ik vind ze alle drie echt heel mooi. Oké, er zit hier serieus iemand gewoon de hekken te snoeien. Oh my gosh, precies als ik deze video aan het maken ben. Ik hoop dat het geluid hierachter niet te veel stoort. Maar in ieder geval, deze sticks. Ik heb een heleboel oogschaduwsticks getest. En dit zijn echt by far de beste. Ook niet al te duur. Super makkelijk, super snel. I love them. Dan een webwinkel die ik natuurlijk niet kan vergeten. En dat is Shein. Als je mij volgt, weet je, ik hou van Shein. Lekker betaalbaar. Al zijn de prijzen nou wel een beetje omhoog gegaan. Maar alsnog nog wel gewoon betaalbaar. Ik werk heel vaak samen met hun. En ik heb ook al een heleboel video's erover gemaakt. En dat is ook wat ik jullie vandaag aanraad. Ze hebben tot 75% korting, jongens. En het is al betaalbaar. Dus ik zou echt zeggen, ga erheen als je niet weet wat je moet hebben. Ik heb een heleboel video's staan op mijn kanaal waarin ik alle hun kleding aandoe. Als je iets wilt hebben, ik zet ook altijd beneden in de beschrijving alles neer. Dus ik raad jullie echt aan om mijn Shein video's te bekijken. En het is best wel goede kwaliteit voor de lage prijzen die je betaalt. En ik ben gewoon echt een fan van Shein. En nou met de Black Friday is het allemaal nog goedkoper. Ik heb nog pas geleden een video geplaatst met allemaal herfstkleding. Next up, een van mijn fave winkels, Boozy Shop. Boozy Shop is echt de nummer 1 make-up webwinkel van dit land. Ik heb ook een half jaar geleden een make-up collectie met hun uitgebracht. Nep wimpers. En ik ben gewoon echt een fan van die website. En als je mij volgt, weet je dat ook. En zij hebben tot 80% korting op een heleboel make-up producten. En gewoon producten op hun website. Je kunt gewoon gaan naar de tab Black Friday. En dan heb je daar gewoon alles staan. Boozy Shop heeft ook een huismerklijn met make-up, skincare, kwasten. Daarvan wil ik echt een aantal producten aanraden. En ik wil beginnen met hun Pro kwasten set. En dan echt de Pro collectie. Want ze hebben ook een andere set. Maar ik heb het echt over de Pro collectie. Die zijn zo zwart. Dit zijn de beste betaalbare kwasten ever. Ik heb er gewoon hier toevallig drie vast. Maar ik heb de hele collectie. En ze hebben ook een heleboel verschillende bundels. Je hebt een hele grote bundel met allemaal. Je hebt een gezichtskwastenbundel. En ze hebben gewoon heel veel bundels. Hangt er vanaf wat jij wilt. Maar ik zou echt zeggen, haal gewoon die hele set. De hele bundel. En het is ook in de actie. Deze kwasten zijn zo fijn. Ik gebruik ze elke dag. Zoals deze blushkwasten zie je echt in elke video. Als ik mijn blush aanbreng. De kwaliteit is zo goed. Ik heb ze al heel lang. Ze gaan helemaal niet kapot. De haartjes vallen er helemaal niet uit. En dat is wel vaak het geval als je betaalbare kwasten hebt. Ik heb ook zo Weva kwasten. Zijn heel duur. En ik moet zeggen, de kwaliteit lijkt heel veel op elkaar. Ik heb hier ook een oogschaduwkwast. I love it. De Pro set is echt fantastisch. En het tweede wat ik wil aanraden is hun gezichtscleanser. Ik heb hem, maar ik heb geen zin om hem beneden te halen. Ik ben hem vergeten te pakken. Ik gebruik die op dit moment elke dag. En hij is amazing, jongens. Amazing. Het maakt mijn gezicht gewoon in één keer helemaal schoon. En ik heb echt altijd best wel wat make-up op, zoals je kunt zien. Dus ik moet echt een goede cleanser hebben. En het droogt mijn gezicht ook niet uit. Ook dat heb ik vaak. En ik heb al verteld, ik heb een droge huid. Ik wil niet dat mijn huid nog droger wordt. Dat vind ik echt heel fijn. En ja, gewoon het belangrijkste vind ik dat het mijn gezicht gewoon echt goed schoonmaakt. En dat doet hij echt. En het is lekker betaalbaar. I love it. Ik moet zeggen, ik heb een heleboel cleansers gehad in mijn leven. En een van de beste, laat er ook een beetje een soort van vettig laagje achter. Dan blijft je huid niet zo droog achter. Dat doet hij niet. Dus dat doet hij helaas niet. Maar als je gewoon erna ingaat met een crème, dan is het ook gewoon prima. En voor die prijs is het echt gewoon fantastisch. Oké, next up is weer kleding. En een van mijn fave super betaalbare kledingwinkels is Muki Fashion. Muki Fashion is een online webwinkel, maar ze hebben ook gewoon een fysieke winkel in Rotterdam. Ik heb ook al vaak kleding van hun ontvangen. En zij hebben gewoon verschillende kortingen op verschillende kleding. En wat ik bij hun vooral wil aanraden zijn de huispakken. Oh my goodness. Ze hebben zoveel fijne huispakken. Ik heb er ook een aantal. Ik breng ze hier in beeld. Het zijn echt de fijnste huispakken ever voor een lage prijs. Ik zie dit soort huispakken altijd bij een heleboel verschillende webwinkels voor letterlijk 2 keer de prijs. En jongens, ik zeg jullie, het zijn dezelfde huispakken. Het is niet dat die andere huispakken beter zijn of zo. Al die soort van boutiquejes slaan gewoon allemaal dezelfde huispakken in en de ene knalt er een hele hoge prijs op en de andere iets minder. En ik vind qua prijs en kwaliteitverhouding Muki Fashion echt gewoon het beste. Je krijgt echt waarvoor je betaalt. Ik heb heel vaak bij andere webwinkels, ik ga geen namen noemen, dit soort huispakken besteld van precies dezelfde kwaliteit voor 2 keer de prijs. En dan denk ik, ja... Dus ik vind Muki Fashion echt fantastisch. Goede prijs-kwaliteit verhouding. Echt super. Ik raad ze echt aan. Oké, nog 2 winkels te gaan. Next up is Ethos. Qua drogisterijen hebben ze allemaal gewoon een heleboel verschillende acties. Ik ga ze niet allemaal af. Dus ik doe gewoon vandaag alleen maar Ethos. Maar de Kruidvat heeft ook echt een heleboel acties. En je kunt ze gewoon altijd vinden in hun weekfolders. En ik heb daar eventjes gekeken. En er zijn een aantal acties die ik jullie wil aanraden. Ik ga beginnen met tandenpasta. Sensodyne. Iedereen met een gevoelig gebit, net als ik. Ik heb echt een gevoelig gebit. Haal Sensodyne. Zij hebben nu een actie 2 stuks voor €8. En ik zou echt zeggen, sla ze in als je een gevoelig gebit hebt. Ik merk echt verschil. Mijn gebit is nou echt iets minder gevoelig. Maar je moet ze wel blijven gebruiken. Als je stopt, wordt het gewoon weer gevoelig. Iets wat niet echt te maken heeft met mij. Maar ik wilde het wel laten weten aan jullie. Voor alle moeders. Want ik weet dat... babystaf best wel duur kan zijn. En er zijn nou ook een heleboel babydeals. Je hebt 1+1 acties en 60% kortingen op van alles. Bijvoorbeeld Bitsal 60% eraf. Naïef 1+1 gratis. Pampers, die moet je altijd hebben. Ook sale. Accessoires, echt van alles. De make-up heeft obviously ook acties, waaronder Maybelline. En ze hebben 1+1 gratis. Ik hou altijd van 1+1. 1+1 is mijn fave soort actie. En ik ga jullie een aantal producten aanraden. De Sky High mascara. Ik had die. Ik heb hem niet meer, want hij was opgegaan. De Sky High mascara is echt de hype waard. En als je houdt van heel veel lengte, dan maakt hij jou echt heel blij. De matte liquid lipsticks. Ook amazing. Ik heb er hier 2. Bruin en rood. Deze blijven echt de hele dag goed zitten. I love them. Als je wilt dat je make-up de hele dag goed blijft zitten, haal deze fixing spray van hun. Deze is echt amazing. Ik heb hem nou al eventjes gebruikt. En ik zie echt verschil. Hij laat mijn make-up echt goed vastzitten. En is niet al te duur. En mijn fave, de Superstay Foundation. Deze is amazing. Ik heb de kleur Warm Sun. Deze is echt amazing en is echt de perfecte kleur voor mij. Als je wilt dat je make-up echt de hele dag goed blijft zitten, haal hem. Er staat op 30 uur. Dat houdt je niet vol. Ik weet ook niet waarom je het zo lang zou willen ophouden. Maar in ieder geval 12 uur lang blijft het echt goed zitten. En wat ook in de actie is L'Oreal. En zij hebben ook 1+1 gratis. En wat ik hiervan aanraad is de Paradise Mascara en de primer. De mascara is op. Die heb ik nou hier niet, maar ik heb nog wel de primer. Al heb ik hem al wel heel lang. En ja, hij is al wel oud, maar ik gebruik hem gewoon nog. Ik heb scheid. Ik vind hem zo fijn voor hieronder. Het geeft zoveel volume. I love it. Dit is echt een fantastische combinatie als je houdt van lekker veel volume. Net nieuw heb ik hun bronzer. Fantastische bronzer. Super mooie kleur. Mooi bruin. Ik heb de kleur 3. Die is voor mij nu wel ietsje te licht. Maar hij is wel echt super mooi. Echt super duper mooi matt. Ruikt echt heerlijk. Echt een hele mooie fijne bronzer. Het blendt ook super in. Echt fantastisch. En al hun Rich Nude lipsticks. Deze is zo mooi jongens. Kijk even deze kleur. Zoveel pigment. Zo creamy. Blijft gewoon goed zitten. Ik heb hem ook gebruikt in een video op Instagram. Deze lipstick. Gewoon elke kleur. Maakt niet uit welke je pakt. Dit zijn echt een van de fijnste lipsticks. En ook net nieuw. Dus echt I love them. Wat ook in de actie is zijn parfums. En een van de meest bekende gekochte parfums ever is La Vie van Lancome. Elke vrouw heeft hem volgens mij minimaal 1 keer gehaald. En het is nou in de actie. Hij kost nou €45 in plaats €76. En het is echt een fantastische geur. Super lekker. I love it. Dus ik zou hem zeker halen. En voor alle krullenbollen onder ons. Net als ik. Ik heb het nu wel gestyled. Maar normaal heb ik krullen. John Frieda Freeze Ease. De hele lijn is in de actie. 2 voor €10. En normaal is bekend 1 stuk al €10. Dus ik zou zeker inslaan. En ik raad vooral de mousse aan. De mousse gebruik ik het vaakste. En het is echt een fantastische mousse als je krullen hebt. Het maakt je krullen helemaal zo gedefinieerd. En niet meer zo droog. En mijn meest gebruikte oog make-up remover is ook in de sale. L'Oreal oog make-up remover. Deze haal ik echt letterlijk elke keer als hij op is. Ik vind hem fantastisch. En hij is nou ook in de actie 2 voor slechts €9. Is echt de fijnste oog make-up remover ever. En ook voor de lippen. Als je waterproof make-up gebruikt. Of een matte liquid lipstick die er gewoon echt niet af wil. Dan is dit echt het perfecte product. En als laatste, de laatste actie die mij aansprak. En dat is NYX Cosmetics. 25% korting. Wat ik sowieso aanraad is de NYX Brow Pencil. Micro Brow Pencil. Dit potloodje gebruik ik letterlijk elke dag voor mijn wenkies. Vandaag nog gebruikt. En ik gebruik hem al jaren. En ik heb ook altijd backups. Zo vaak gebruik ik hem. Ik moet hem gewoon echt altijd hebben. Is echt by far het beste betaalbare wenkbrauwpotloodje die er is. En ik gebruik de kleur black. Wat ik ook echt aanraad is de NYX Epic Ink Pen. Dit is echt de fijnste eyeliner pen ever. Ik heb hem nog gisteren gebruikt, maar ik kan hem niet vinden. Heb je ook wel eens dat je gewoon iets op een random andere plek zet, gewoon per ongeluk? Ik denk dat ik dat heb gedaan, maar dat is echt de fijnste eyeliner pen ever. Hij is super dun, heel secuur en vooral als je een beginner bent, is hij heel fijn in gebruik. En ook de Marshmallow Primer. Ik ben de dop kwijt, maar dit is echt een fijne primer. Hij is super satisfying. Hij ruikt ook echt naar marshmallow en deze is super fijn. Vooral als je een vettige huid hebt, maar als je dat niet hebt, net als ik heb dat niet, vind je hem vast ook fijn, want hij maakt je gezicht zo mooi egaal en hij droogt ook helemaal niet uit of zo. Als je een hele extreme droge huid hebt, dan raad ik hem niet aan. Oké, en dan last but not least, My Jewelry. En dat zijn vooral sieraden, tenminste ik raad die aan. Ze hebben ook kleding en zo, maar ik raad hier vooral sieraden aan. Ze hebben vanaf 26 tot en met 29 november 20% sale. En ik raad jullie aan, ga naar de gift shop. Ze hebben daar echt fantastische sieraden staan. Ook allemaal heel leuk verpakt in van die kleine schattige cadeauverpakkingjes. Echt fantastisch. Ze hebben zoveel mooie sieraden voor niet al te duur. De prijzen zijn niet al te duur. Hangt er ook wel vanaf wat je wilt. Ik zou zeggen, ga er lekker shoppen jongens. En vooral als je iets wilt halen voor een ander, voor met kerst of whatever, dan is dit echt de ideale plek om iets te halen. Nou mensen, dit was het dan. Dit is alles wat ik jullie vandaag aanraad. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan de video's. Let me know wat je gaat halen. Of je al iets hebt gehaald of whatever. Ik heb niet echt heel veel geshopt. Normaal doe ik dat wel, maar nou heb ik dat niet gedaan. Wat ik wel heb gehaald is een nieuwe tv. Want die moest ik echt al heel lang hebben. En die was ook in de Black Friday actie. Die was 900. En nou was die slechts €600. Dus daar ben ik heel happy mee. Dus ik heb een nieuwe tv gekocht. Maar ik ben heel benieuwd wat jullie allemaal gaan inslaan. Let me know beneden in de reacties. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!